De spelers van FC Den Bosch dachten donderdag een normale trainingsdag voor de boeg te hebben. En getraind werd er. Alleen niet op het trainingscomplex van de club, maar op de militaire Brederode-kazerne in Vught. In het kader van de teambuilding gaat de complete selectie 2 dagen intern bij de landmacht. Hindernisbanen, vlotten bouwen, slapen te veld en verplaatsen te voet. En dat bij temperaturen van tegen de 30 graden en gehuld in militaire overalls. En dat allemaal om de groep dichter bij elkaar te krijgen. De technische en medische staf observeert 2 dagen en probeert op die manier een beeld te krijgen van de groep. Wie zijn de natuurlijke leiders? Niet onbelangrijk, want FC Den Bosch mist momenteel een captain in het team. Als het goed is weet de nieuwe trainer Mark Berijs vrijdagmiddag meer over zijn spelers en kan hij wellicht een nieuwe aanvoerder aanwijzen. Ja, kom er maar weer uit! Hier is die piepenzooi op Rijn! Het is voor je eigen club uit! Hey, je bent een voorbeeld! Je bent een voorbeeld voor deze buurt! Ruim die rotzooi op! Of wil je de bewoners met de rotzooi laten? Ik moet eentje de derde vanaf me halen.